We hebben vandaag voor het eerst de verlichting enigszins in de stand zoals die gaat worden. De verlichting is al bijna af, maar de meeste muren zijn nog kaal en de vitrines nog leeg. Toch waren de eerste bezoekers vandaag al welkom in het nieuwe museumgebouw. Prachtig, prachtig. Een echte aanwinst voor de stad gaat dat worden. Het Stedelijk Museum Zutphen, Museum Henriette Polak en de Archeologische Dienst komen straks samen in dit gebouw in het centrum van de stad. Veel kunst hangt er nog niet, dus de rondleiding van vandaag ging vooral over het gebouw zelf. Dit is het Hof van Hekeren. Dat is bijna 400 jaar geleden gesticht door een familie van Hekeren als stadspaleis. En dat vind ik heel bijzonder en daarom ben ik eigenlijk komen kijken. Het museumgebouw opent in mei en er moet nog heel wat gebeuren. En de voortgang wordt ondertussen nauwlettend in de gaten gehouden. Er is ook al eerder een rondleiding geweest, toen was het nog echt in de beginfase. Dus we waren wel heel benieuwd hoe ver of ze nu waren voor de officiële opening. U gaat in mei dan ook weer, denk ik? Zeker weten.